Nou, het was bij alle drie was het droogneuken en dat soort dingen voelen en zo. Maar ze vonden me ook alle drie leuk. Ik ben wel eens geïnteresseerd geweest in iemand van hetzelfde geslacht. Ik niet. Ik doe niet anders. Iedereen. Ik weet 100% zeker iedereen. Ja. Denk je dat seksuele voorkeur zwart of wit is? Of zit er meer tussen hetero en homo? Nou, er zit denk ik wel meer in. Maar ik vind het wel een grappige ontwikkeling dat je vandaag de dag hebt dat het veel vrijer nog weer wordt. Ja. Terwijl ik vond toen ik puber was, was het wel hokkeriger. Ja. In die zin. Tegenwoordig val je op een mens. Nee, ik denk niet dat iemand 100% homo is of 100% hetero of zo. Je doet gewoon waar je zin in hebt en vind je iemand leuk en vind je iemand leuk of het nou van hetzelfde geslacht is of van een ander geslacht. Er zijn echt mensen met allemaal verschillende soorten voorkeuren en om nou te bedrukken of dat hetero of homo is, er zit veel te veel tussen. Je kan letterlijk hetero zijn, maar dan ook iets doen met een jongen en maar gewoon nog steeds hetero zijn. Je kan ook bi zijn. Je kan van alles. Ja. Ik geloof daar ook in. In mijn optiek bestaat er gewoon hetero en homo. En alles wat daar tussenin zit, is in mijn optiek gewoon experimenteel. Ja, nou ja, er zit ook bi tussen, maar voor de rest zou er niet heel veel tussen zitten. Nee, je hebt ook nog mensen die gewoon van mensen, van de mens. Ja, nou, dat houden. Is. Ik denk niet dat het per se het een of het ander is. Nee. Ik denk dat het twee einden zijn waar nog heel veel dingen tussen zitten. Voel jij je wel eens aangetrokken tot iemand van hetzelfde geslacht? Ik niet. Want dat is bij mij heel duidelijk. Ja, precies. Maar ik denk dat vrouwen dat wel geneigd zijn om die kant op te gaan. Ja. Ja. Vind je mannen soms knap? Nee, ik kan ze wel knap vinden, maar that's it. Ja, dat vind ik bij vrouwen. Dat ik geen seksuele gevoelens bij of aantrekkingskracht. Nou, niet seksueel. Nee, maar wel ja, mooie vrouw. Ja, ik weet wel wat ik mooi vind. Ja. Kan iemand een vrouw heel mooi vinden, maar het roept bij mij geen erotische gevoelens op. Ik vind het mooi, maar hey, that's it. Yeah. Beautiful, but not for me to eat from. Ik vind vrouwen wel over het algemeen mooier dan mannen. Maar mannen vind ik gewoon aantrekkelijker. Ja, ja, het is een beetje een verschil, hè? Aantrekkelijk is, en iemand mooi vinden. Seksueel aangetrokken, nee. Op alle andere manieren wel. Ik kan mensen bewonderen, respecteren, geïnteresseerd zijn. Ook een bepaald soort intimiteit meevoelen, maar die is nooit opwindend seksueel. Heb je wel eens met iemand van hetzelfde geslacht gezoend of gesext? Nee. Ook niet? Ja, misschien met het buurmeisje een keer een zoentje of zo, maar verder niet. Niks noemenswaardig? Nee. Nee, ik nog nooit. Ook niet gezoend? Nee. Ook niet gewoon toen je dronken was, gewoon een vriendin genoemd? Nee. Ik heb wel eens een borst in mijn handen gehad, maar dat... Ja, dat is anders. Dat is anders, vind ik, ja. Oké. Geen seks gehad. Wel eens een heel klein beetje gezoend tijdens een avondje stappen. Maar ik kan me daar zelf niet zo heel veel van herinneren, want daar was voornamelijk wel wat gedronken. Ja, ik ook. Ja. Ja. Nee, ik ben het ook echt niet van plan. Wel heb ik iemand... ooit leren kennen van hetzelfde geslacht, dus een andere vrouw, die mij dus wel leuk vond. Maar ik ben daar heel stellig en duidelijk in geweest van dat niet mijn ding is. Ja, ja, maar ik heb meerdere vrouwen gezoend. Die zijn heel goede vrienden en ik kan heel lekker zoenen en dat hoeft ook echt niet meer. Dat zo. Ja. Ja. Ik? Nee, is er nooit van gekomen. Ik heb wel in de periode gezeten van de vrouwencafés. En ik ben ook wel naar vrouwenfeesten geweest, naar gayclubs. Maar nooit echt een neiging gehad? Nee, genoeg. Ook op de dansacademie. Maar het zit er niet in, blijkbaar. En dan komt het ook niet uit. Ja. Heb je geëxperimenteerd om achter je seksuele voorkeur te komen? Ja. Alleen toen zat ik echt heel erg in de confusion fase van... Wat is het nou eigenlijk? Want ik merkte dat ik wel heel erg op van die dating apps allemaal vrouwen aan ging zetten.
ook in de porno die ik keek, merkte ik dat ik gewoon naar lesbische porno keek. Maar wat was het dan dat je het wist? Nou, dat is door het te doen. Ja. Ja, en hoe heb je dat gedaan? Door middel met hetzelfde geslacht te experimenteren, maar ook met zeg maar, het stereotype geslacht waar ik op hoor te vallen. Dus ik heb veel dingen met vrouwen gedaan en met jongens. Dat heeft geconcludeerd dat ik best wel bi ben. Ja. Ja, ik heb wel seks gehad met een meisje, maar ik vond het niet voor herhaling vatbaar. Was je verliefd op de meisje ook? Nee, niet per se. Nee. Niet echt verliefd. Het was meer voor het experimenteren. Ja. Ja hoor. Dus kom je er niet achter, hè? Maar ja, god, weet je hoe oud was ik dat ik uit de kast kwam? Heel jong. 14? Ja. Ja. Ik bedoel, dus ja, weet je, dan ben je er al wel een beetje achter. Meer op basis van gevoel, nog niet echt het experimenteren natuurlijk. Ik wil even denken aan de tijd dat er drie van die meiden bij ons voor de voordeur stonden. Wat was er gebeurd dan? Nou, het was bij alle drie was het droogneuken en dat soort dingen voelen en zo. Maar ik werd er heel ongemakkelijk van. Tegelijkertijd? Nee, alle drie om zijn beurt. Maar ze vonden me ook alle drie leuk. Dus ik heb gewoon 1, 2, 3. Het was gewoon niet mijn ding en een half jaar later was ik helemaal van de mannen. Zou je in de toekomst open kunnen staan voor iemand van hetzelfde geslacht? Ja, op zich wel. Ben je niet, ja, dus niet in de zin van een relatie, want nee. Dat, ja, ik voel me ook namelijk niet seksueel aangetrokken tot een vrouw. Zou je een keer gewoon een avontuurtje kunnen hebben dan? Met een ja, vrouw? Dat wel. Maar ik denk dat het voor variatie ook het leuk zou vinden, om te kijken hoe het nou eens is om met hetzelfde geslacht bijvoorbeeld seks te hebben. Mm-hmm. En dat zou denk ik voor Nook er nu naar kijken ook echt bij 1 keer of 2 keer kunnen blijven of zo. Ja, denk het wel. Het is niet dat ik nu volmondig ja zeg, maar je weet nooit hoe het later loopt. Denk het wel. Dat doe ik sowieso. Ik sta er wijd voor open. Jawel. Ja. Maar ik zie gewoon waar het leven mij brengt. Naar wie ik het meest attraction voel. Als het met een man of met een vrouw is, dan is dat zo. Dus ik zie wel. Nee, ik ben daar wel gewoon echt heel straight in. Ik ook. Ja, ik heb er wel een hele duidelijke grens in voor mezelf. Ja. En gelukkig wordt die ook gewoon gerespecteerd. Ja, zeker. Dat, ik sta daar altijd voor open. Had niet anders verwacht. Ik zeg dat meer relatieniveau toch meer naar de kant van vrouwen neigt dan de kant van mannen. Krijgen jullie nu 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk seksstandjes op te noemen. In 3, 2, 1. 69. Reverse cowgirl. Schade. Missionary. Reverse missionary. Lotus. Doggy. Reverse doggy. Schildpad, sterren. Zeesterren. De lotus. Ja. Lepeltje. Reverse. Lepeltje. Reverse 69. Wil jij nou weten hoe deze standjes in zijn werk gaan? Like, subscribe en comment. En kijk naar de volgende video. Doei!